welkom bij deze nieuwe video. Ja, ik weet het. Ik heb twee verschillende ooglooks op. Want ik heb net een andere video gefilmd. Dus laten we dat gewoon met z'n allen compleet negeren. Want ik ga deze make-up er toch zo meteen afhalen. Vandaag gaat het over HEMA beauty producten. Ik heb een heel bakje vol met allemaal super random beauty producten van de HEMA. Ook producten om mijn make-up eraf te halen. Voor mijn lichaam. Gewoon allemaal van die verschillende dingetjes. Het is dus geen make-up. Het gaat vandaag niet over make-up. Maar echt over andere soorten beauty producten. Alles is ook betaalbaar. Het is allemaal van de HEMA. Ik ben gewoon naar de HEMA website gegaan. Heb op de optie beauty gedrukt. En heb gewoon de hele tijd gescrolld. En van alles gekocht. Wat mij wel leuk leek voor in de video van vandaag. En vooral omdat het allemaal heel betaalbaar is. Ben ik er super enthousiast over. Want als we vandaag iets vinden wat super goed is. Dan kost het je ook niet een vermogen om het ook te kopen. Op te maken en weer opnieuw te kopen. Want we weten allemaal hoe het is. Als je iets voor 40 euro haalt. Het gaat op. En dat je dan weet van oké, dan moet ik weer 40 euro daarvoor gaan betalen. Dit zijn echt producten van echt 5 euro en rond die prijskategorie. Dus echt super belachelijk goedkoop. Dus ben je net zo benieuwd als ik? Vergeet zoals altijd niet te liken en te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zal wel eventjes heel snel vertellen wat ik op mijn lippen heb, want dat vraagt altijd iedereen. Ik heb Sweet Tea Lip Pencil op van Morphe. En ik heb een lipstick op van Be Creative Makeup. Dit is in de kleur 001 Blossom. Is een hele mooie lichte kleur. Is wel echt een super lichte kleur. Dus je moet het wel echt combineren met een iets donkerder lippotloodje. Behalve als jij een hele lichte huidskleur hebt. Misschien matcht die dan gewoon voor jou. Oké, laten we beginnen met het eerste beauty product. Dit is iets voor het lichaam. Ik heb hier de Shimmer Body Foam van de HEMA. Deze was in de sale. Hij was al goedkoper en nu is hij nog goedkoper. Maar er staat ook op limited. Dus ik denk dat deze weggaat. Ik weet niet wanneer, maar ik denk dat hij ooit zal weggaan. Ooit zal weggaan. Wat is het voor Nederlands? Ik denk dat hij ooit zal weggaan. En er staat op dat er jojoba olie in zit en vitamine B5. Dus dat is allemaal goed. Het is dus een shimmer body foam. Dus een soort van body lotion met een lichte glitter erdoorheen. Neem ik aan. Er staat op hydrateert de huid en geeft een subtiele glans. Dus ik ga dit gewoon proberen op mijn hele armen. Even schudden. Ik weet niet of je het moet schudden, maar dat ga ik gewoon doen. Hij ruikt naar make-up ofzo. Oh my god. Er komt in één keer echt superveel. Ik doe even mijn ring af. En ik ga het gewoon een beetje zo insmeren. Ik zie niet echt iets gebeuren. Misschien moet ik meer aanbrengen. Oh. Oké, misschien heb ik dan weer iets te veel aangebracht. Ik voel wel dat hij echt mijn huid hydrateert. Ik zie alleen echter niet echt glitter. Het is echt, echt heel erg weinig. Het is bijna gewoon niet eens waard om hem zo te promoten, vind ik. Je ziet echt bijna niks. Als je echt zo heel up close kijkt, zie je hier en daar een klein glittertje. Maar het is echt super minimaal. Ik ga het ook doen bij het andere arm. Bij de andere arm. Wat heb ik vandaag, joh? Ik heb weer veel te veel aangebracht. Alles blijft wit. Oh my god. Ik ga een beetje van het extra hier doen. Nee, ook hier zie ik echt bijna geen glans. Geen glitter, geen glans. Echt niks. Ja, ik zie het hier echt een heel klein beetje, jongens. Maar is het echt niet waard dit? Nee. Ik ben ook niet zo fan van de geur. Ik weet niet zo goed hoe ik de geur moet beschrijven. Een beetje een make-up geur of zo. Dus daar ben ik ook niet echt een fan van. Dus ja, dit is denk ik niet echt mijn ding. Ik ga snel verder met iets voor de haren. Ik heb hier de Hair Twist Turban van de HEMA. Dit is echt super handig voor nadat je je haar hebt gewassen. Deze stof heet microvezel. En vooral voor de meiden met krullen. Voor de mensen die net nieuw zijn of mij niet kennen. Ik heb normaal krullen. En je moet altijd een microvezel handdoek gebruiken voor je haren. Zodat het niet gaat pluizen. Een gewone handdoek is te ruw voor krullend haar. Ik heb er al zo eentje, maar ik heb er maar eentje. En het is niet heel handig voor mij dat ik er maar eentje heb. Dus ik zag deze bij de HEMA en ik dacht deze ga ik halen. Deze heeft ook zo'n handig hartje. Er staat op ultra soft, lightweight en dries hair faster. Dus dat het je haar sneller droogt. En er staat op one size fits all. En dan hier achterop staat hoe je dit moet gebruiken. Deze zijn echt super fijn. Ze houden zich ook altijd goed vast aan je hoofd. Houden je haar goed vast en ze drogen je haar ook goed. Tenminste die ik heb. Dus ik ga even deze proberen. Die ik heb had ik gehad in een goodie box. Dus ik had ook echt geen idee waar ik die dan opnieuw zou kunnen kopen. Dus als deze van de HEMA ook gewoon werkt, dan, ja, dan is dat echt perfect. Ik vind de kleur heel leuk, zo roze. Hier zo onder heb je dan zo'n lusje. Je doet je haar erin. En dan maak je dat lusje vast aan dit hartje hier. Die ik heb, heeft hier gewoon een knoop. Niet zo'n steentje hartje. Maar dit zo maakt het wel extra leuk. Ik ga dit gewoon even doen. Ook al is mijn haar niet nat of zo.
En dan doe ik mijn haren zo naar achteren. Het lukt nou niet echt heel goed, want mijn haar is droog, maar whatever. En dan maak ik dat lusje zo vast achter aan dit hartje hier. Zo, en kijk, nou is hij gewoon zo goed vast en zit je haar gewoon goed vast hierin. Ik moet zeggen dat ik wel bij de HEMA onder dit product bij de reviews had gezien dat deze steen best wel snel losgaat. En als die losgaat, heb je dus niks meer om er aan vast te maken. En dat is niet echt handig. Die ik al heb, heeft gewoon een knoopje en die zit echt super goed vast, want ik trek altijd best wel hard. En ik heb hem nou echt al een half jaar of zo en ik gebruik hem echt wekelijks. Dus ja, ik ben benieuwd of deze er niet te snel af zal gaan. Maar als hij er niet afgaat, dan vind ik hem echt heel erg handig. Ben nou net zo de Dubai Shike. Maar goed, ik ga het er weer even snel afhalen voordat het mijn haar verpest. Ik moet wel zeggen dat als ik er zo naar kijk, het eruit ziet alsof hij toch best wel goed vast zit. Dus ik weet niet wat er is gebeurd met die vrouw die dat dus zei, maar hij lijkt goed vast te zitten. Dus hier ben ik wel blij mee. Oké, de volgende producten zijn om mijn make-up eraf te halen. En er zijn producten die ik pas kan gebruiken als mijn make-up eraf is. Ik heb hier van de HEMA Eye Makeup Remover Oil Pads. Dit leek mij dus echt super super handig. Omdat ik altijd mijn oogmake-up er apart van afhaal. En ik gebruik altijd een losse oogmake-up remover. En dan pak ik ook een wattenschijfje. Breng ik het erop aan en dan haal ik het eraf. Dit is dus dat gewoon in één. Je hebt al een geolied wattenschijfje. Dus je hoeft niet nog een ander product te hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat werken. Er staat op dat er ook vitamine E in zit. En dat er geen parfum in zit. En dat het geschikt is voor elke huidtype. En je hebt 100 stuks. Nou, dat is top. Het zijn 100% katoenen pads. Gedrenkt in olie. Nou, ik ga dit er even afhalen. Normaal haal ik mijn make-up eraf in de badkamer. Maar vandaag blijf ik gewoon hier zitten. Oh, ik vind het weer zonde nou om mijn make-up eraf te halen. Het ruikt echt naar niks, gewoon naar olie. Dit is wat erin zit. Ze zijn wel kleiner dan een normale wattenschijfje. Ik zal even een normale pakken. Kijk, dit is een normale. Dan zie je een beetje het verschil, maar dat maakt verder niet uit. Ik ga kijken of dit mijn make-up er goed van afhaalt. Okay, het haalt er wel goed ervan af, alleen ze gaan uit elkaar. Heb ik er nou gewoon 2 gepakt? Volgens mij heb ik er 2 gepakt per ongeluk. Ja mensen, ik had er 2 gepakt, I think. Wow, dit werkt echt gewoon goed. Ook mijn wenkbrauwen gelijk doen. Nou, ik moet zeggen dat dit echt top werkt. Ik gebruik er ook 2 per oog. Dat is voor mij normaal. Vooral als ik zoveel oogschaduw op heb. Dat doe ik altijd. Ook met mijn normale producten. Nou, dit is echt top. Het voelt ook gewoon goed aan. Het prikt niet in mijn oog. En ze halen echt goed de make-up ervan af. Kijk dit eventjes. Ik heb er nou 4 gebruikt en dat is ook gewoon echt genoeg. Ik vind het heel fijn. Ik moet zeggen, ik had echt niet verwacht dat het zo goed ging werken. Ik ben echt enthousiast erover. Oh my god, dit scheelt ook weer product en tijd. Dit is gewoon beide in één, ook gewoon betaalbaar. Ik hoop dat als ik dit vaker ga gebruiken, het niet gaat irriteren ofzo. Want dat heb ik ook wel eens gehad. Maar voor nu, als zo'n eerste indruk. Ja, I like it. Echt heel erg fijn. Dan heb ik ook iets gekocht voor de rest van mijn make-up. En dat is dit dingetje. De reinigingsborstel. Ik gebruik altijd deze van E-Cooking. Dit is de cleansing gel. Deze is super fijn. Vooral voor de meiden die veel make-up opdoen zoals ik. Deze haalt je make-up er echt goed vanaf. Ik gebruik normaal een ander dingetje om het ermee af te halen. Maar ik ga nou deze gebruiken. Ik hoop dat hij niet te ruw is. Want dat probleem heb ik vaak. Ik breng gewoon een beetje hierop aan. By the way, als iemand een van de producten heeft of een aantal van die ik vandaag laat zien, laat maar even weten wat jij ervan vindt. Want ik ben ook altijd benieuwd naar andermans reviews. Ik moet zeggen, hij voelt ruw aan. Mijn huid is een tikje gevoelig. Ik zie ook nou hier dat al een beetje rood wordt. Dat is niet zo goed. Nee mensen, dit ding is niet zo hoor. Ik vind hem sowieso te ruw voor mijn gezicht. Het is bijna gewoon alsof ik nou scrub. En ik vind dat het mijn make-up er niet goed afhaalt. Normaal wanneer ik mijn gezicht hiermee schoonmaak, zie ik gewoon dat de hele make-up van mijn gezicht afgaat. Je ziet gewoon helemaal zo dat er afgaat. Terwijl als ik nou zo naar mijn gezicht kijk, is het gewoon alsof het gewoon nog best wel gewoon op mijn gezicht zit. Het komt er niet helemaal goed van af. Nee, ik ga ook gewoon stoppen, want mijn gezicht begint gewoon pijn te doen. Dit ding is echt niks. Ik ga even mijn make-up er normaal afhalen. Ik kom zo bij jullie terug. Ben ik weer mijn gezicht helemaal goed schoon? Wat ik by the way ook even wil vertellen over deze oil remover pads. Ik heb ook vaak dat mijn wimperlijn nog een beetje blijft hangen zo hier in mijn wimpers. Want ik heb er nou eentje nieuw en die doet dat. Maar nou met deze, nou ik deze heb gebruikt, is dat er ook gewoon helemaal van afgegaan. Dus ik ben echt helemaal in
impressed. Het volgende, we gaan waxen. Ik heb hier de HEMA Wax Strips for a Smooth Face. En dit zijn 20 hair removal strips en 4 treatment wipes. Ik gebruik er zo eentje al voor de kruidvat. Ik wax altijd alleen maar mijn wenkbrauwen, zo hieronder vooral. Je ziet nou ook weer dat er haartjes zijn gegroeid. Ik heb hem nou expres niet gewaxt omdat ik deze video ging maken. Mijn gezicht doe ik verder niet, want ik laat mijn gezicht laseren. Dus ja, dat haar is al bijna weg. Maar ik dacht, ik ga deze eventjes gebruiken. Goed voor het gezicht. Er staat ook op dat er calendula in zit. En chamomile extract. Ik weet verder niet wat het is. Dus dit gaan we nou even doen. En dan kijken hoe dit werkt. Wat ik wel altijd minder vind. En dat is bij die van de kruidvat ook. Is dat je maar 4 van die wipes krijgt. Terwijl je hebt genoeg product voor echt 20 keer of zo, of meer ook nog. Maar je hebt maar 4 wipes. Dus deze wipes kun je maar 4 keer gebruiken. Dat vind ik wel altijd jammer. Ze moeten er echt meer in doen. En misschien ook niet zo groot, want dat is echt nergens voor nodig. Je kunt beter heel veel kleinere doen, want je doet alleen maar een beetje zo. Maar whatever, dat vind ik gewoon niet zo handig. Ik ga eventjes hiervoor inzoomen op de ogen. Nou, daar zijn we dan up close and personal. Ik hoop nou dat je mijn wenkbrauw iets beter kunt zien. Ik ga wel eerst even de haartjes omhoog doen, want dat doe ik altijd. En dit zijn dan de waxstrips. Het is gewoon precies als die van de kruidvat. Dus dit ben ik al wel gewend. Ze zijn ook best wel groot, omdat het ja, ook voor je gezicht is. Deze ruiken echt super lekker naar mint. Dat hebben die van de kruidvat niet. Wat ik altijd doe, omdat ze alleen maar hier zo voor de wenkbrauwen is, is dat ik ze knip. Ik knip eerst 1 keer zo in het midden. En dan knip ik altijd nog 1 keer zo. Nou, zoals je misschien wel kunt zien, zie je vooral hier heel veel haartjes. Ik heb hier altijd veel haartjes. En dan doe ik dit erop en dan trek ik het eraf. Je moet altijd trekken tegen de haargroei in. Dus niet met de haargroei mee. En je moet ze een beetje warm maken zo in je handpalmen. Zo, en dan plak ik het gewoon hier. Dan heel goed aantrekken dat het echt goed plakt en elk haartje meepakt. Ik had ook weer hier gezien bij de reviews dat heel veel mensen vonden dat het niet genoeg haar meepakte. Dat het vooral alleen maar de kleine haartjes pakte en niet de grote. De grote zijn juist die je echt weg wilt hebben. Dus als hij dat niet doet, dan werkt hij inderdaad niet goed. Even kijken. Kijk, het heeft echt wel haartjes gepakt. Ook voor de grote. Maar ik zie nog wel haartjes, dus ik ga nog eentje aanbrengen. Oké, deze pakte echt geen boer. Dit pakte ook gewoon goed. Dan ga ik het ook nog hier doen. Dit pakte ook gewoon genoeg haartjes. Oké, top. Nou, het andere wenkbrauw. Het is dus hier vooral super belangrijk dat hij weer die haartjes hier pakt. Ja, het pakte echt wel weer wat haartjes mee. Maar niet allemaal. Dus we gaan er nog eentje aanbrengen. Nee, dat ene haartje wil je niet pakken. Maar dit heb ik in principe ook af en toe bij die ik heb voor de kruidvat. En dan pak ik gewoon een pincetje en dan haal ik die er gewoon zo uit. Dat is geen probleem. Als je maar gewoon de rest van de haren wel pakt. Ik zie hier ook nog echt wel wat haartjes die ook weg hadden moeten zijn. Oké, ik denk dat ik het voor nu gewoon hierbij laat. Ik heb verder niet heel veel haartjes of zo nu. Ik pak zo een wipe. Deze zijn ook super handig, want er blijft altijd nog een beetje wax zitten op je wenkbrauwen. En deze halen dat er goed van af. En je wenkbrauw wordt dan ook goed verkoeld. Of je gezicht of welke plek jij ook harst. Ga ik er hiermee gewoon zo overheen. En dan wordt het weer helemaal schoon. Deze wipes zijn altijd zo fijn. Jammer dat er maar 4 zijn. En dan pak ik ook nog een schoon wattenschijfje. En dan haal ik alles er weer goed vanaf. Nou, ik moet zeggen, het zijn niet de beste waxstrips ever. Maar ze doen wel een beetje hun werk. Maar ik snap dat als je je hele gezicht gaat waxen, dit misschien niet echt handig gaat zijn. Omdat je het best wel vaak opnieuw moet doen en opnieuw moet aanbrengen. Omdat ik alleen maar mijn wenkbrauw doe, is dat geen enkel probleem. Dan doe ik wel een extra stripje. Maar als je je hele gezicht gaat doen, heb je daar geen zin in. En dat begrijp ik echt volkomen. Dan heb ik hier nog een heel apart gezichtsmaskertje. Van de HEMA heb ik de stroopwafel self-heating face mask. En deze trok echt mijn aandacht. Niet alleen om de lage prijs, maar gewoon omdat die gewoon zo'n beetje apart is. En ik hou altijd van dingen die gewoon een beetje net iets anders zijn. Ik ben ook heel benieuwd of hij gaat werken. Er staat ook op self-heating. Dus kennelijk wordt hij warm. Ik hoop ook echt dat hij daar stroopwafel ruikt. En er staat cleansing. Dus dat hij je gezicht schoonmaakt. En ik hou van maskers die je gezicht schoonmaken. Geniet van de geur en warmte van een vers gebakken stroopwafel. Na het aanbrengen geeft het masker een aangename warmte en voelt de huid glad en fris uit. Maar hoe lang moet je hem dan oplaten? Je kunt hem gewoon zo eruit halen. Er staat letterlijk niet op hoe lang je hem moet oplaten. We gaan even naar meneer Google. Er staat online ook niet hoe lang je hem erop moet laten. Nou, ik ga hem gewoon aanbrengen. Een normaal masker moet je ongeveer een kwartier tot 20 minuten oplaten. Dus dat ga ik dan maar gewoon doen. Oeh. Oh mijn god, het druppelt echt overal. Oh mijn god, ik voel de hitte echt gelijk. Oh, het ruikt ook echt naar stroopwafel. Dat vind ik wel fijn. Het voelt echt super warm.
Oh mijn god, mijn hele gezicht staat in vuur, jongens. Jullie moeten dit echt voelen. Oké, heel mijn gezicht glimt. Het voelt echt super heet aan. Even kijken, het is nu bijna 4:30. Ik ga een kwartiertje erop laten. En dan kom ik zo bij jullie terug. 15 minutes later. Daar ben ik weer. Ik heb het masker eraf gehaald. Het masker werd heet in het begin. Maar de hitte ging echt al weg na een halve minuut of zo. Het is niet dat de hitte heel tijd blijft. Dat vind ik wel jammer. Vooral als iets echt wordt gepromoot als self-heating. Dan wil ik gewoon de hele kwartier lang een lekkere hitte voelen. Maar dat is het niet. De stroop, wafelgeur is super lekker. Maakt het mijn gezicht schoon? Ja, maar echt heel minimaal. Dit is niet echt een wow masker. Dit is echt meer gewoon een masker. Gewoon voor de lol. Om gewoon een keer te proberen. Het maakt je gezicht niet meer schoon dan gewoon een normale cleanser. Alsof je gewoon je gezicht normaal schoonmaakt. Dus ja, ik vond het leuk om één keer te doen. Maar het is nou niet dat ik echt denk van wow. Toen ik hem eraf aan het halen was, voelde ik de hitte weer. Dus je voelt de hitte alleen bij het aanbrengen en eraf halen. That's it. Nou mensen, dat was het dan voor vandaag. De producten die ik echt zeker aanraad zijn deze Eye Makeup Remover Pads. Echt geweldig. Ik ben helemaal onder de indruk. Deze is ook handig. Vooral voor de meiden met krullen. Dit is echt super, super handig. Ik hoop wel dat dit er niet afvalt. Want als het er afvalt, kun je heel de dingen niet meer echt gebruiken. Maar goed. De waxstrips waren een wash. Doe het wel. Ik raad ze alleen maar aan als je hiermee alleen maar je wenkbrauwen doet. Dit ding, ja. Nee. No. Deze helemaal niet. Dit was echt het slechtste product van vandaag. Deze schoonmaaktool. Dit is echt veel te ruw. Maakt ook gewoon niet goed schoon en zo. En het masker is gewoon iets leuks voor de lol. Whatever. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht op te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doei doei!